Hallo allemaal en welkom bij Fred Kijk TV. Vandaag een nieuwe nabeschouwing van Expeditie Robinson, aflevering 7. Lekker jongens. Ja, inderdaad. Juist, zoveel mogelijk. Ik vind eigenlijk dat ze voor een kamp wat loopt te klagen dat ze te weinig eten hebben of geen eten hebben. Is dat toch een behoorlijk portie bananen wat ze daar in die pan hebben liggen. Dus volgens mij krijgen ze nog best wel wat te eten. Het is natuurlijk niet hetzelfde als in Nederland. Maar het valt me echt alles mee. Dat vuur ging echt super moeilijk aan, maar we hebben niet opgegeven. En dan hebben ze er ook nog fucking rijst bij. Rijst en een halve bak met bananen. Ik krijg er ook honger van. Plannetje is gelukt. Ik denk dat we het wel echt goed gespeeld hebben. We hebben heel goed op Gwen's emotie ingespeeld. En heel goed op haar onzekerheid om niet bij de groep te passen. En dat hebben we dus zodanig goed gedaan dat zij de munt niet in heeft gezet. Gwenda. En naar huis is gegaan. Ja, daar ben ik het dus helemaal mee eens. Ze hebben het goed gespeeld. Ik weet niet of het het verstandigste was voor het team. Maar voor het team dan, hè. Maar voor Laura denk ik dat het het meest verstandig is. Zij zal iedereen eruit moeten spelen. Wil ze überhaupt kans maken om dit spel te winnen? Want ze is fysiek gewoon niet de sterkste. Hoe graag ik het ook anders zou willen zien, gaat het uiteindelijk toch wel eens een beetje om het fysiek in de finale. Ik denk toch ook dat we al een beetje moeten gaan stilstaan bij de volgende stem. Ja, nou ja, gisteren toen die eilandraad voorbij was, begon ik al meteen weer te ratelen in mijn nest. Ja. Daarom heb ik gewoon weer niet geslapen, omdat ik dacht, ja, wie wordt de volgende? Ja. En we hebben een machtspositie, omdat we gewoon weten dat we met z'n vieren sterk staan. Ja, maar wordt het dan Sandra of Jan? Ik, jij, Do en Ozzy, wij zijn gewoon een team. En ik ben gewoon eerlijk, ik volg het team. Als jullie met z'n drie zeggen we gaan op Jan, dan ga ik mee op Jan. Nou ja, als jullie met z'n drie zeggen we gaan op Sam, dan ga ik mee op Sam. Op wie vind jij dat ze zouden moeten stemmen? Jan of Sandra? Ik zou voor Sandra gaan. En om de volgende reden. Ik denk dat als ze naar de samensmelting gaan, dat Jan altijd kamp onbekend trouw zal blijven. Ook al zit hij niet in het verbondje van Dominique, Laurie, Robin en Osgoer. Maar ik denk dat Sandra wel in staat zal zijn om over te stappen naar het andere team. En om daar nieuwe verbondjes te maken. Dus ik denk dat Sandra een groter gevaar vormt voor dit verbondje dan Jan. Dus ik zou Sandra eruit stemmen. Buiten dat, Jan die zorgt ook nog ontzettend lekker voor het kamp. Dus die kun je sowieso blijven gebruiken. En ik denk dat je hem op een later moment eruit kan stemmen. Want het is niet een ontzettend beest in de proeven ofzo. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie er op dit moment van vinden. En zoals jullie zien, er is één iemand weg. Kapitein Gwenda. Dat had ik even niet verwacht. Ik denk dat ze een goed spelletje hebben gespeeld. Want ik denk dat zij hem ook niet zag aankomen dat ze die munten erin gezet. Betekent dat er gewoon geen kapiteins meer in het spel zijn? Geen gouden munten meer? Eigenlijk is dat wel heel bizar gegaan, hè? Gewoon alle kapiteins zijn weg. Gwenda eruit gestemd, de munt niet gebruikt. Donnie eruit gestemd, heeft buiten beeld nog een kans gekregen om terug te komen met een zwarte stem. Heeft dat niet aangenomen, dus dat noem ik ook gewoon opgeven. En vervolgens Tony, die ook nog doodleuk opgeeft aan het einde van de eilandraad, wat iedereen compleet mee verrast een paar weken geleden. Het is bizar, geen enkele kapitein is meer over. In het begin wou mensen natuurlijk niet allemaal kapitein zijn, omdat hoge bomen natuurlijk veel wind vangen. Je zet jezelf in de picture en dat is gevaarlijk. Mensen hebben maar een klein excuus nodig. Er moet iemand naar huis gestemd worden. Dus minst of het geringste. Als jij ze een excuus daarvoor geeft, ben jij degene die ze opperen daarvoor. Dus ja, dit bewijst wel hoe gevaarlijk het kapiteinschap is. Maar het bewijst ook hoe zwak veel BN'ers zijn in dit spel. En hoe makkelijk ze opgeven. Dat vind ik gewoon triest en respectloos naar het spel. Ik moet de puzzelstukken over het enorme grote puzzelstuk heen gooien, waardoor de mensen binnen het kunnen verplaatsen in de puzzel. Ik dacht, dit gaat best wel een saaie proef worden in het begin. Ik denk, ja, een beetje een puzzeltje leggen in het water, maar het ziet er wel behoorlijk zwaar uit. Het is zwaarder dan ik verwacht had. En wie denk jij dat er gaat winnen? We hebben voor kamp onbekend Laurie en Sandra die de aanwijzingen geven. En Lois en Nienke voor kamp Noord. Ik denk dat het echt afhankelijk gaat zijn van de aanwijzingen van de dames. Want qua teamsterkte denk ik wel dat Kamp Noord net de voorsprong heeft. Maar ik denk niet dat elkaar heel veel mis gaat lopen. Het gaat spannend worden. Ik ben benieuwd welke dames het beste gaan doen. Ga in het midden, jongens. Ga in het midden. Kom maar in het midden, ademen.
Bijna, je moet blijven draaien, ik zie dat niet. Blijf draaien liever. Steven, probeer er iets tegen te duwen. Probeer deze te pakken, ja. Hij trekt hem aan en in één keer, pats. Stop. Kamp Noord heeft gewonnen. Dat betekent dus dat Kamp Onbekend naar de Eilandraad moet. Maar dat dus Nienke en Loisa samen de beste strategie hebben bedacht wat betreft de aanwijzingen. Ik dacht echt de hele tijd dat Kamp Onbekend zou gaan winnen. Die leek toch wel echt heel ver voor te liggen. Maar maakte er op het eindje toch een beetje een zootje van. Kwamen er net niet helemaal lekker uit. En Kamp Noord is met rustig, steady, goed nadenken, zijn ze teruggekomen. Leek toch de betere strategie te zijn. Dus gefeliciteerd Kamp Noord, lekker relaxen en Kamp Onbekend naar de Eilandraad. Ja, Kamp Onbekend, die moeten dus naar de Eilandraad en wie gaan ze eruit stemmen? Het verbondje van Laurie, Robin, Dominique en Osgur, die zitten te twijfelen tussen Jan en Sandra. Zoals ik al eerder zei, denk ik dat ze het beste voor Sandra kunnen gaan. Omdat ik verwacht dat hij het minst trouw zal zijn in de loop van het spel. Alleen Jan, die is toch ook wel een beetje strategisch bezig. Op wie vind jij dat ze moeten stemmen? Ik denk dat ik dan op Jan zou gaan stemmen. En daarna denk ik, nee, ik gun het hem ook. Dan denk ik weer op Sandra. Ik twijfel tussen die twee heel erg. Ik ga echt op het laatste moment ga ik echt de beslissing nemen op wie ik ga stemmen. Misschien hebben die mensen wel andere ideeën, misschien stemmen ze wel op mij, weet ik niet. Misschien ga ik wel weg. Je weet maar nooit. Nou, wat zijn de mogelijkheden? Op dit moment lijkt het heel duidelijk te zijn. Laurie, Dominique, Robin en Ozzy dus tegen Jan of tegen Sandra. Maar welk verhaal kunnen zij hebben om hun kampgenoten op te praten? Ik denk dat Jan moet beroepen op de mannen en op de kracht. En dat zij in een later stadium het doelwit gaan vormen. En dat ze hem mee kunnen nemen om hun daarin te beschermen. Al is het niet een heel sterk argument, omdat Jan natuurlijk niet fysiek de sterkste is. Sandra, die kan juist bij de dames het tegenovergestelde argument gebruiken. Aangezien de samensmelting eraan zit te komen, ze kunnen allemaal tellen. Ze zijn allemaal fans van het programma, dus ze weten allemaal dat die samensmelting rond de 12 gebeurt. Dus vanaf nu hoeven ze niet meer als team sterk te zijn. Maar moeten zij zorgen dat ze zelf zo ver mogelijk komen. En dat kun je doen door proeven te winnen en immuniteit te winnen. En dat doe je alleen op het moment dat jij een van de sterkere spelers bent. En zolang die sterkere spelers er nog in zitten, maak jij dus niet zoveel kans om proeven te winnen. En ga je dus waarschijnlijk ook uitgestemd worden. Dus voor Dominique, voor Laurie en voor Sandra en zelfs voor Jan. Jan moet ook gewoon een pleidooi doen op die dames. Dat is het, ik zei het net fout. Sandra moet een pleidooi doen op die dames van die jongens, die zijn sterk, die zijn een bedreiging. Die ga je er niet meer uit krijgen na de samensmelting. En zodoende zou Sandra, Jan, Laurie en Dominique op een van die andere sterkere jongens kunnen stemmen. Misschien wel een Ozzy. Misschien een Robin, dat verwacht ik niet. Ik denk dat Laurie en Robin te close zijn. Ik denk dat dat een van de weinige en de argumenten zijn waarmee Sandra en Jan nog kans maken om die anderen over te halen. Al moet ik ook heel eerlijk zeggen, ik denk dat de kans überhaupt klein is. Want ze lijken toch wel een redelijk een besluit genomen te hebben. Ze zijn een duidelijk verbondje. Ze zitten in dezelfde leeftijdscategorie. Dus ik denk toch dat het Jan of Sandra gaat worden. Ik zou dan voor Sandra gaan, heb ik eerder gezegd. Omdat ik vond dat zij, ik verwachtte dat zij meer zou flipfloppen. En wat makkelijker overstag zou gaan en naar een ander team zou gaan. Maar ik zie haar eigenlijk in de uitzending heel weinig doen. En het is meer dat Jan, erop uitgaat om wat te proberen. Wie denken jullie dat het beste eruit gestemd kan worden door Kamp Onbekend? En wat denken jullie dat een goed argument zou zijn voor Sandra om anderen over te halen om toch te blijven? Hey, zie je wel dat ik net gelijk had? Zie je die bananen hangen? Ja. Nog niet aan. Hey, dit is een hele bananen. Nou, hey, jij zegt dat ik gek ben. Ja, en toen moest hij mij gelijk geven. Niet fucken met tante Corrie, hè? Dat is wel Corrie King waar je tegen hebt. Corrie. En Johnny. Johnny, pak jullie spullen. Stap op de bank. Eén van jullie gaat vandaag toch naar huis.
Eentje van deze twee, Corrie of Johnny, die gaat naar huis van Duivels Eiland. Die gaan nog een laatste Duivels Eiland proef spelen. En dan denk ik dat de winnaar gaat aansluiten bij Kamp Onbekend. Dan heb je twee teams van zes en dan hebben we volgende week hebben we nog 12 man over. En dan zal volgende week denk ik ook de samensmelting zijn. Dus ik zeg nu, volgende week samensmelting. Johnny naar huis, Corrie naar Kamp Onbekend, waar Sandra naar huis wordt gestemd. En dat is mijn voorspelling. Johnny, wat doe jij nou? Je bal blijft liggen in dat ding. Je mag onbeperkt doorgaan. Ik snap niet waarom hij er tegenaan tikt. Hij verpest het helemaal voor zichzelf. What the fuck doe je hier, Johnny? Wauw. Je had het spel in de pocket. Ik ga er even vanuit de productie, productie zich er niet mee bemoeid heeft en gezegd heeft van hey, tik die bal aan. Als dat wel zo is, ja, kan hij er natuurlijk niks aan doen. Maar heel apart. Ik sta hier echt heel erg van te kijken. Even wachten tot hij uit de goot is. Je mag wel je puzzel bekijken, niet aankomen. Dit is weer iets onbegrijpelijks van Johnny. Hij moet dus wachten op zijn balletje totdat hij helemaal beneden is. En hij zit alleen maar naar dat balletje te staren. Hij krijgt te horen letterlijk van Nicolette. Hé, je mag naar je puzzel kijken. Kijk naar je puzzel. Oriënteer je. Ga kijken wat je volgende stappen zijn. Maar dit is debiel. Ik dacht al niet dat Johnny ging winnen. Maar hij lijkt zich wel hier heel makkelijk naar de slagbank te leiden. Vind ik helemaal niet leuk dit. En dat ik ook helemaal niet aan zien komen. Corrie moet weg. Oh nee! Waarom? Maar eerlijk is eerlijk. Jan die deed een paar stomme dingen en die wint alsnog. Dus ja, dan was hij gewoon echt wel een stuk beter in deze proef. Het is niet een bijzonder fysieke proef. Dus het is niet zo dat hij als man een grote voordeel had of zo. Ik denk sowieso niet dat ze heel veel fysiek van elkaar verschillen. Maar ja, goed gedaan, Johnny. En ik ga Corrie missen. Dag, Corrie. We doen allemaal hetzelfde, allemaal evenveel. Ben jij een tactische speler? Ja. Volmondig, ja? Ja, ja, het is een spel, dus je moet het tactisch spelen, lijkt mij. Tactisch genoeg om het... Goed zo, Robin. Dat wil ik horen. Ik vind sowieso Robin, Laurie, spelen leuk. Laurie had ik al eerder gezegd. Robin, die voeg je er ook aan toe als je hier zo vooruit kan komen. Misschien is het niet zo verstandig om het zo te zeggen. Maar dit team denkt dat het wel kan. Twee stemmen voor jou, Jan. What's twee stemmen voor Sandra. Nog twee stemmen te gaan. De vijfde stem. Sandra. En de zesde. En laatste stem. Ook voor jou, Sandra. Vier stemmen op jou? Ja. Hoe voel je daarbij? Ik had het verwacht. Het was moeilijk voor iedereen, want we zijn... Ze hebben dus toch voor Sandra gekozen. Ik denk dat Laurie dat waarschijnlijk met dezelfde reden gedaan heeft die ik al eerder aangaf. Omdat toch verwacht dat Sandra misschien iets sneller zal overlopen naar de andere kant. Wat minder trouw zal zijn. En dat jij en Jan een loyale hond hebt. Althans, zo zou ik er naar kijken met de huidige informatie. En er waren blijkbaar ook al wel wat irritaties naar Sandra. Dat hoorde je ook al van Glenda vorige week. Dat zag je verder niet omdat Glenda eigenlijk een slechte edit kreeg. Maar er waren blijkbaar ook wel wat irritaties. Dus op zich is het heel logisch. Het was een van mijn favorieten uit de Kamp Onbekend, Sandra. Van tevoren in de voorbeschouwing. Ik moet zeggen, we hebben er eigenlijk vrij weinig van gezien.
Dus dat valt me een beetje tegen. Ik had er meer van verwacht. Een coffeeshopdame met pit, weet je wel. Die weet hoe het leven is. Die heeft veel levenservaring. Die kan zich manoeuvreren. Die tussen die verbondjes. Maar nee. Misschien heeft ze het wel geprobeerd hoor. En is het allemaal net niet gelukt. En is daarom niet in de uitzending terechtgekomen. Maar ik had er veel meer van verwacht. Dus ik vind het jammer dat het niet is uitgekomen. Maar goed. Ik ga er nu, gezien het spel, ook niet heel erg missen. Dus dag Sandra. Dat was hem dan alweer voor vandaag. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Gaan jullie Corrie ook zo missen zoals ik doe? Vinden jullie het ook jammer dat Sandra eruit is? Of vinden jullie het wel prima zo? Wat vinden jullie van de keuze voor Sandra in plaats van voor Jan? Waren jullie voor Jan gegaan? Hadden jullie liever Corrie doorzien gaan in plaats van Johnny? Ik wel. Laat het even weten hieronder in de reacties. Laat ook altijd weten wat je van de video vond. Ik wil er graag van leren. Ik ben nog allemaal een beetje zoekende wat nou echt het leukste gaat zijn. Dus als je iets leuks vindt of iets niet leuk vindt, laat het maar weten. Dan kan ik er wat mee. En dan kan ik het wellicht aanpassen. Tot volgende week!